Veteranen, welkom bij een nieuwe video. Het wordt geweldig. Serieus, dit is echt. Ja, echt. Dit is een dag, jongen. Deze dag kan nu al niet meer stuk. Ja, waarom? Want je appte dat net. Ja, waarom appte je dat? Vertel. Nou, ik heb goed geslapen. Ik had zo'n neustrip waardoor ik gewoon normaal heb kunnen liggen ademen vannacht. Dus ik werd gewoon goed wakker. Ja. Ik heb al gesport. Ik heb mijn oortjes gevonden. Of Carola heeft ze eigenlijk gevonden onder mijn bed. Daar George waarschijnlijk onder getikt. Weet je wel, dat doosje vindt hij heel interessant. Heeft hij waarschijnlijk onder mijn bed getikt. Okay. We hebben een iconpack klaarstaan. Inta heeft een liefdesverklaring aan jou afgelegd. Ja, het is gewoon een mooie dag. Ik weet niet. De zon schijnt. Het is echt. Het is niet normaal. Klopt. De zon schijnt, jongen. Moet je straks even naar buiten gaan. Ik ben al buiten geweest. Krijg je weer wat vitamine B of D, sorry, naar binnen. Ik heb al lekker in het zonnetje gebenched. Ja? Ja. Het was heerlijk. Wat een geks, hè? Het was heerlijk passie. Wat een gek is dat. Wat een gek ben jij, jongen. Wat doe jij dan? Hè? Ben je aan het doen? Gewoon even de club opschonen. Waarom zou je die kwik zetten? Ja, waarom niet? Nou, omdat deze gast waarschijnlijk gewoon... Nou ja, er zijn heel veel SBC's op dit moment. Die zijn waarschijnlijk gewoon 1000 munten waard. Ah, boeien. Maar is zo'n raar joch jij, jongen. Ja, wat maakt het uit, jongen. Dood gaan we toch, jongen. Ja, dat is ook waar, joh, boeien. Wat maakt jou het uit? Als je op je lig je straks op je sterven en dan denk ik, oh, had ik nog maar die 600 muntjes extra gepakt. Ja. Daar zou je niet aan denken. Ja, nou ja, daar kan ik lang mee zitten. Klopt, dat weet ik. Hey, we gaan even eerst wat ander pakketje openen. Die staan hier, dus ja, je weet hoe we zijn. Vooral jij vindt het lekker als we natuurlijk schoon aan die iconpack beginnen. Nou, jij hebt denk ik meer OCD dan ik, hoor. Denk je? Nou, we hebben allebei zo onze momenten, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar we zijn allebei wel vrij autistisch op z'n tijd. Ja, ik ben echt zwaar autistisch met bepaalde dingen. Maar ja, dat heb je ook nodig. Ik denk dat er geen één mens op aarde is die niet autistisch met iets bepaalt. Ik denk dat naarmate je ouder wordt, je steeds autistischer in dingen moet worden. Ik had het er net ook nog met iemand over bij het sporten. Kijk, vroeger leefde ik van dag tot dag. Dan zei iemand, hey man, zullen we volgende week donderdag gaan chillen? Oh, jezus, volgende week donderdag. Ik weet niet eens wat ik morgen doe. Terwijl ik nu echt al bepaalde agenda al voor de komende weken klaar heb staan en je moet heel anders gaan leven. Dus dan moet je ook wel wat planmatiger en autistischer te werk gaan. Zeker. Weet je wel? Klopt, klopt. Je hebt meer verantwoordelijkheden. Op een gegeven moment krijg je kinderen. Je moet je huur betalen. Je afwas doen. Ja, dat bij jou zal het niet lang meer duren. Ik denk dat jij snel vader wordt. Ja. Ik hoop het. Ja? Ah, is toch leuk? Jij wilt echt graag vader worden. Tuurlijk. Jij niet? Ik weet nog niet. Het zou goed zijn voor jou, denk ik hoor. Als ik jou was, zou ik er gewoon eentje adopteren van die Ethiopische draagmoeder waar we het laatst over hadden. Nee, ik weet het nog niet. Misschien dat zou zo goed zijn voor jou, dat jij een... Nee. Jawel, dat zou echt heel goed zijn voor jou. Dat jij een Afrikaans meisje als adoptiekind in je eentje moet gaan opvoeden vanaf volgend jaar. Ik denk dat jij daar zo'n veel beter mens van wordt. Ja, waarom dan? Waarom een Afrikaans? Nou, dan weet je ook hoe dat is. Wat is? Om voor zo iemand te zorgen. Wat is zo'n iemand? Voor een Afrikaans persoon. Ja, zie je? Ik vraag goed door, hè? Zie je? Nou, ja, nee, ja. Kijk, misschien dat jij nog wel eens bepaalde uitlatingen doet in een melige bui over Afrika. Dat continent. Dus nee, dan is het misschien goed als jij een incontinent Afrikaans meisje onder je hoede neemt. Ik zou niet durven. Ik denk dat jij daar zo'n lieve jongen van wordt. Denk ik ook. Denk ik echt. Ja. Mijn neef is zelf geadopteerd en die heeft nu 2 kinderen. Dus die is helemaal opgebloeid. Nou, mooi verhaal. Mooi einde. Hé, Hoezo? Dat is toch mooi als je vader wordt? Want dat is... Ik denk dat je daar echt een beter persoon van wordt. Ja, misschien. Het is meer... Ik weet niet of ik kinderen wil in... Nee? Oh. Ah, kom op, man. Voor mezelf. Ja, maar dan doe je het voor jezelf. Maar, ja. Ja, hoe bedoel je? Ja, gewoon. Je moet gewoon even kijken. Kijk, ik heb het idee als ik 30, 40 jaar geleden leefde... dat ik wel sowieso kinderen wilde. Maar gewoon nu, in deze tijd en alles. Ik weet niet of ik per se kinderen wil. Dat is het meer. Ik dacht dat onze zoons later samen op voetbal gingen. Ja, nee, ja. Het is meer, kijk, het is, ja, ik weet niet, ik heb het er wel eens over gehad, weet je. Het is maar net wat je zelf wil. Kijk, jij neemt kinderen voor jezelf, maar misschien wil hij dat niet, dat hij komt, snap je? Dat kind? Is dat wat ik bedoel? Ja, ja, kijk, ja, je weet niet in wat voor tijden straks komen of hoe de wereld dan eruit ziet, wat dan ook, ja. Maar dat is wel heel erg doemdenken, hoor. Nou ja, gewoon, ja. Je moet er wel over nadenken. Dat is wel heel erg doemdenken. Dat vind ik wel een zware opmerking eigenlijk. Nou ja, iemand anders zei het toen een keer. Toen zei ik ook eerst van, oh ja, wat was dan van onzin, weet je. En toen daarna, toen had ik het ook wel eens met anderen over. En heel veel mensen denken zo. Die denken van, ja, ik hoef niet per se kinderen... Dus die denken echt, zelfs hier in Nederland, waar we het relatief echt heel goed hebben, dat de wereld zo verpest is, dat je zelfs geen kind ter wereld zou moeten laten komen hier. Nee, het is niet verpest. Nee, het is niet echt verpest, maar ja, nee, je merkt het er ook. Heel veel jongeren worden steeds meer
depressiever en zitten met kwaaltjes en ja, kom, je maar, weet hoe dat... Maar ik denk dat eerder door de nieuwe technologieën ook komt. Maar misschien krijg je straks wel weer een golf waardoor iedereen daar helemaal klaar mee is. Omdat iedereen zich realiseert van, hier word je gewoon niet beter van. Dus dan ga je heel andere manier van leven krijgen. Maar... Klopt. Maar ik heb daar wel eens gewoon over nagedacht. En mensen zeiden dat wel eens. Ik dacht van, kan het wel begrijpen. Het is een interessante gedachte. Precies. Nou, wat ook interessant is, jongens, is dat we die Ike pack gaan openen. En we sturen hem even naar de club en dan gaan we opzoeken, hè? Dat is leuk. Ja? Oké. Dan moet ik even goed opletten. We moeten allebei niet kijken. Ik kijk niet. Oké, ik kijk ook niet. Alles draait. Daar komt hij, jongens. Voor Keldo is Eusebio, hè? Maar daar is nu gewoon Prime. Ja, we hebben Ballack en Eusebio gehad. Alleen die twee, of niet? En Lineker. Oh ja, en Lineker. Okay, die hebben we ingeleverd voor deze trouwens, hè? Oh ja, trouwens. Ja. Dikke shout-out weer naar Sam en Bram. Oh, wow. Het was echt... Maar goed dat ik ook nu nog niet keek. Maar ik zag het niet. Nee, ik keek in de camera. Maar ik zag ineens... Het ging, je hebt het niet gezien, hè? Nee. Echt niet. We gaan naar selectie. En je moet dan niet op vierkantje drukken, maar op driehoekje. Huh? Nee. Waarom doe je het hier? Nou, kijk, als je gewoon nu naar driehoekje gaat... Ja, dat kan ook. Kijk maar voor de zekerheid niet. Maar transferlijst, kijk, kun je ook doen, hè? Ik drukte dus een keer hier op vierkantje met iemand. Ja, dan zie je gelijk je beste kaart, hè? Ja, dan zie je je beste kaart. Maar ja, oké. We gaan naar icons. Zullen we meteen eerst even kijken of het een keeper is? Wil je naar posities gaan? Dat kunnen we ook doen. Dat is ook in elk geval even weten dat het geen keeper is. Oké. Dat is een lekkere gedachte. Zullen we dan beginnen? Een icon doelman, jongens. Ja. Is het Edje? Dat zou wel leuk zijn, toch, Edje? Is Prime alleen, toch? Dit is Prime. Komt-ie, jongen. 3, 2, 1. Geen keeper. Wat voor positie wil je nog meer weten? Je kunt nu ook gewoon naar landen gaan, wat mij betreft. Maar je wil vaak eerst even al hebben gecanceld dat het een keeper is. Ik vind al dat we posities hebben gedaan, moeten ook posities blijven. Dat is wel leuk. Wat ik heb nog nooit gedaan, posities. Nou, doe je posities? Ga je naar de backs? Oké, zeg maar een positie. Ja? Linksback? Tuurlijk. Prime, okay, Roberto Carlos. Dat zou vet zijn, Carlos. Kom maar! Oh. Misschien is het wel die Capita. Ja, die hebben een heel zijn club al. Dat zou wat zijn. Ja, maar niet zo'n Prime, toch? Nee. 3, 2, 1... Oeh, dit is al best een goed teken. Ja? Weet je hoeveel kneuze spitsen er zijn? Nee, zeker. Ja, er zijn vooral heel veel slechte spitsen. Dat is echt heel erg. Een centrale verdediger zou ook wel leuk zijn. Gewoon een hele goeie. Ja. Nee, dat is niet heel leuk eigenlijk. Prime Maldini vind ik echt wel gruwelijk om te hebben gewoon. Ja, oké. Prime Ferdinand, oké. Komt-ie, jongen. 3, dat is Bobby 2. Moore of zo, joh. Ja, precies. Komt-ie, jongen. Oh, nee. Ja, op zich is het wel. Hij is wel goed. Hij is best wel goed. Ja, hij is best wel grappig. Hij is nog wel hard. Hij is nog wel hard. Oké. Hier, kijk. Maar haal dan die Capita weg. Ja, klopt. Die Capita levert nog wat geld op. Hier, dit is perfect. Die Varane is gewoon ziek genoeg. Hier, klopt. Capita lekker eruit. En dan halen we weer een goede linkshalf. Kijk, jongens. Het had zo moeten zijn. Ja, nou, op zich. Ik ben niet heel ontevreden, hoor. Dit is best wel... Volgens mij is het nog wel aardig wat waard. Mm-hmm. Want ja, dit is gewoon wel een vervelende kaart om tegen te spelen, hoor. Ja, zeker. Vooral op ons account, jongen. Want we weten niet wie achter de knoppen zit. Hier, 6 ton is die waard, jongen. Waarom? 2 sterren skill. Het is wel een mooi aanvulling. We hebben een mooie spits, we hebben een goede middenvelder en een centrale verdediger. Dus op elke linie... Wat wel echt knijterzuur is dit is gewoon zijn langzaamste iconkaart, hè, van die Campbell. Dat is wel raar. Klopt, maar deze is wel het meest doorgesnoven. Ja, dat denk ik ook. Klopt, ja, hij kijkt ook echt alsof hij al 3 enveloppen achter de kiezer heeft. Precies. Hij kijkt alsof hij een lekker kipje op straat ziet lopen. Hij ziet er wel goed uit op deze kaart, jongen. Kijk. Ja, zou je hem doen? Pace, tuurlijk. Die Afrikaanse adoptiemoeder erbij. Ik denk dat hij Jamaicaanse roots heeft, eerlijk gezegd, of niet? Hij is wel geboren in de UK. Sulzer heet hij. Sulzer Jeremiah Campbell. Hij is tegenwoordig coach. Ik wil even weten wat zijn roots zijn. Nou, maar we kunnen sowieso even het team een beetje omgooien. Want kijk, we hebben Ronaldo, is leuk. Maar we kunnen ook gewoon een vette Fut Birthday speler halen. Eusiel. We kunnen zoals bijvoorbeeld die San... die Eusiel is SBC. Die past perfect weer met Bali. Ja, klopt. Die is wel hard. Maar daar ga je uiteindelijk gek van worden, denk ik. Ja, we kunnen Eusiel en Podolski halen. Ja, we hebben wel 2 Duitsers erbij. Kan die al niet meer? Nu al niet meer? SBC, toch? Nee, joh. Ja, Jamaican parents. Ja, Jamaican parents. Hij heeft Jamaicaanse roots, die Campbell. Oké, die Alberto verkopen. Dan hebben we nog, ja... Trouwens, die Shaw wordt ook veel gebruikt, hè? Die schijnt echt goed te zijn. Ja, die is heel goed. Die linkt ook met Campbell. Klopt. Maar ik vind Varane altijd wel echt ziek, man. Ja, Varane is prima. Oké, vette. Donderdag hebben we nog onze 86 plus upgrade. Oeh, lekker zeg. En weekly reward, niet normaal. Nou, die hebben we niet. Nee, die hebben we niet. We hebben dit weekend niet echt. Het was weer karig. Maar weet je, ik heb echt een lekker weekend gehad. Ik heb zaterdag echt helemaal geen weekly gespeeld. En gisteren voelde ik me ook gewoon prima. Dat is lekker. Ik vond het ook heerlijk met de gedachte dat ik niet meer verplicht dat spel hoef te spelen. Ja, dat nu heb ik er misschien komende week alweer zin in. Het is wel Pasen, maar... Precies, dan heb je er weer zin in. Als het niet hoeft, dan heb je altijd zin. Stel, je moet elke dag met corona
scholen naar bed, dan heb je op een gegeven moment geen zin meer. Maar ja, als ze af en toe zegt van, hé, hey, je hebt weer iets gepresteerd, dan is het veel lekkerder, toch? Dat is heerlijk, ja. Ik was al helemaal hitsig gisteren en toen verloor ik mijn ene laatste pot voor Elite 1. Ja, dat is ook kut. Toch weer op de bank geslapen, jongen. Toch weer op de bank. Ja. Hey jongens. Vette. Lange video met een mooie icon. Laat even weten als de kijkers misschien een paar leuke ideeën hebben met SBC's, Duitsers of gewoon een ander leuk footballer spelen. Dat is, ja... Chill voor team, toch? Ja, eens. Moet een beetje het team een beetje opvrolijk. Want kijk, ja, jongen, rond dan maar beetje... af, jongen. Je zit al 2 minuten outro weer te praten, joh. Dankjewel, jongens. Ja, nou en. Komt allemaal goed. Bye-bye. Bye-bye.